Dames en heren, welkom bij Koken met Mo. Het programma waarin ik in elke aflevering een nieuw gast ontvang en natuurlijk ook een nieuw gerecht bereid. En degene die ik vandaag te gast heb, dat zijn twee personen die zich allebei op hun eigen manier inzetten voor veiligheid in Utrecht. De ene die doet dat met een wapen, een kogelvrij vest en handboeien. En de ander die doet dat met een grote ketting op zijn kantoor. Maar hij doet verder natuurlijk ook wel heel veel andere dingen. Daar gaan we het zo meteen over hebben, maar ik ga eerst even de keuken in. Het gerecht wat wij vandaag gaan klaarmaken is, dat zijn Marokkaanse gehaktballetjes met rijst in tomatenpuree. Wat we daar eigenlijk voor nodig hebben, het is een heel simpel gerecht. Dus als je een keertje honger hebt en je denkt van ik wil snel even wat klaarmaken wat ook nog lekker is, dan moet je dit zeker klaarmaken. Wat heb je daarvoor nodig? Ongeveer 275-300 gram rijst. Een aantal tomaten om de puree mee te maken. We hebben een courgette nodig, twee uitjes. Wat olijfolie om in te bakken. Paneermeel, zout, dadels, een eitje, kaneel, currypoeder en komijn. En natuurlijk het gehakt zelf, die we zo meteen gaan klaarmaken. Even kijken, ik heb het water alvast op het vuur gezet, zodat het een beetje gaat koken. Dan zijn we daar niet te veel tijd aan kwijt. Maar dat ga ik natuurlijk niet alleen doen, daarom vraag ik jullie even om een applaus voor wijkagent Dwight van de Vijver. Dwight, welkom. Leuk dat je er bent. Leuk dat je bent gekomen. Dankjewel. Hey, sta je wel eens in de keuken zelf of is dit echt de eerste keer dat je hier nou... Nee. Afgelopen vrijdag stond ik nog in de keuken. Oh, afgelopen vrijdag nog. Ja, het is ja, echt ja. Een dag die je hebt onthouden of zo. Nee. Ik kreeg 's ochtends de opdracht, als ik thuis kom, dan moet de eten klaarstaan. Dus dat heb ik gedaan. Anders heb je een probleem of zo? Misschien. Oké. Okay. Wat heb je gemaakt? Ik heb kip en champignons gemaakt met pasta in witte saus. Oké. Is dat iets wat je hebt opgezocht of zo? Of is dat iets wat je al vaak klaargemaakt hebt? Nee, ik liep in de Albert Heijn en toen heb ik gewoon gegoogeld. En toen kwam ik op een recept. En zo heb ik mijn boodschapjes gedaan en thuis de boodschappen verwerkt tot een heel lekker gerecht. Tot een lekker gerecht. Is het gelukt? Ik geloof van wel, ja. Oké. Wij staan hier nu samen in de keuken, maar er komt namelijk nog iemand erbij. Iemand die volgens mij in noodgevallen de leiding neemt over jullie hele korps in Utrecht. Kan dat kloppen? Ja, maar er moeten wel echt iets serieus aan de hand zo, zijn. Toch? Ja, oké. Okay. En anders ben je gewoon eigen baas of zo. Sowieso, Oké. Dames en heren, mag ik een applaus voor burgemeester Jan van Zanen. Ja. Welkom, leuk dat u er bent. U gaat zo koken of... Ik heb zo nog wat anders, maar ik zal maar even mijn jasje en mijn... Ik heb een schort bij me van Reinaarden. Okay. Die hebben dat mooi gemaakt, dus dat doe ik. Maar die is speciaal gemaakt voor u? Ja, die heb ik gekregen. Nou, of het nou speciaal voor mij gemaakt is, denk ik dat er een andere maat in beeld was. Maar ik ga hem omdoen, dat lijkt me handiger. Oké. Zullen we eens even beginnen met... we hebben 6 tomaten die worden gepureerd, dus die moeten alleen even in blokjes gesneden worden. Dus niet, de schil hoeft er niet af? De schil hoeft er in principe niet af, nee. Oké. In 4 blokjes? Ja. Zal ik dat doen? Ja, doe maar iets kleiner dan nog. Moet ik dan zeker de ui snijden? Tuurlijk. Jij mag de ui snijden. Ja, jij hebt een bril op. Weet je waarom ik dat doe? Ik wil gewoon die grote stoere wijkagent, die wil ik gewoon zien huilen. Don't cry for me. Ik heb hem laten huilen. Het is geen wedstrijd, hè? Het moet gewoon goed. Met passie, met liefde. Zo is het. Dan ga ik aan de slag met het gehakt. Oh, ze ruiken heerlijk. Stel, meneer de burgemeester, stel dat u nou een dagje Dwight zou zijn. Ja. Wijkagent, Kanaleiland, Zuid? Noord. Dit is zo slecht. Maar ik ben voor heel Kanaleiland. U bent voor heel Kanaleiland, maar oké. Okay. Hoe denkt u nou dat zo'n werkdag eruit ziet vanaf de koffieautomaat? Ik denk dat ze elkaar eerst vertellen van wat is er vannacht gebeurd? Wat is er gisteren gebeurd? Wat gaan we vooral doen? Wat staat er nog meer op het programma? En dat ze dan hopen, omdat dat natuurlijk het meest effectief is, dat wat ze van tevoren bedenken, dat het ook ongeveer gebeurt. Maar ik denk dat de meeste dagen ook van Dwight, dat komt voor mij trouwens ook voor, dat die er altijd weer net even anders uitzien dan ze van tevoren hadden gedacht. Ja, dat klopt. Kan Dwight beter vertellen. Is dat een beetje wat jullie doen? Ja, dat klopt. Ik moet zeggen dat we vooral ook bezig zijn met partners zoals jongerenwerk en scholen ook, om eigenlijk criminaliteit te voorkomen. Dus vroeger was het gewoon zo, er gebeurt iets en de politie wordt daar naartoe gestuurd. Hè, ja. Een misdrijf of wat dan ook. Wat we eigenlijk willen is dat jongens die misschien de verleiding voelen om iets crimineels te gaan doen, dat ze dat niet meer gaan doen. En dan moet je er vroeg bij zijn. Dus daarom moet je eigenlijk zorgen dat je jongeren kent en dat je met jongeren spreekt. En dat kan je niet alleen, dat doe je dus met, wat ik zei, jongerenwerk en de scholen.
Okay. Wij dweilen liever met de kraan dicht, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Maar wat is nou zo'n noem eens een voorbeeld van zoiets. Wat doe je nou om preventief te werk te gaan, dus dit te voorkomen? Nou, we gaan bijvoorbeeld de basisscholen in, alle groepen 7 en alle groepen 8. En in de groepen 8 gaan we samen met ex-criminelen, dat is een heel raar woord eigenlijk, maar jongens die uit de gevangenis komen. Criminele buitendienst. Ja. Nou ja, die hun leven hebben gebeterd, zeg maar. Ja. Die gaan het verhaal vertellen aan de kinderen welke foute keuzes ze hebben gemaakt. En wat de gevolgen daarvan waren. En dat kunnen de kinderen beter van een ex-crimineel horen dan van mij. Want als ik iets had gedaan, dan was ik niet bij de politie terechtgekomen natuurlijk. Maar heb jij een mixer? Ja, ik doe het met zo'n staafmixer. Ga ik dat even pureren zo. Is het een beetje goed? Ja, keurig. Ja, dit nog een beetje gedaan. Haring erbij, okay, heerlijk. Zet ik deze alvast aan. Zet er alvast wat olie. Zo. En Dwight, dan ga ik hem ook even andersom doen. Hè? Mm-hmm. Wat denk jij nou dat als jij burgemeester bent, hoe zo'n dag eruit ziet? Ook weer vanaf de koffieautomaat. Ja. Behalve stoer zijn met zo'n grote ketting, weet je wel, en dat je er dan zo staat. Ja, zo. Ik zou die sowieso wel omdoen eigenlijk. Gewoon altijd. Gewoon altijd, ja. Als ik burgemeester was. Gewoon ook als ik alleen was in mijn kantoor, zou ik die ketting gewoon dragen. De hele dag om. Ja. Oh jongen, dat gaat zo vervelen. Maar als ik daarover verder mag praten, als ik burgemeester zou zijn, dan zou ik wel echt iets doen aan de zorg. Vooral voor jongeren. De jongeren die bijvoorbeeld een psycholoog nodig hebben of wat dan ook, dat daar gewoon beter naar gekeken wordt. Uh-huh. Dat er maatwerk geleverd wordt in plaats van pakketten aan te bieden. Jij gaat meteen zitten verbeteren en zo. Dat is niet wat ik vroeg. Oké. Jij bent een lutje er ook nog wel een, hoor. Ik zou helemaal niet bij de koffieautomaat beginnen. Als ik lust ook helemaal geen koffie, dus dat doe ik zo. Hoe denk je dat hij kan goed koken en verder niks. Dat maakt niet uit. Precies. Hoe denk je nou dat zo'n dag eruit ziet? Dat is meer wat ik bedoel. Moet hij niet wat in? Nee. Dit wordt echt... Moet dat gekneed worden? Of hoe... Ik ga even fixen. Hey, het zit geen tempo op. Zit geen tempo? Gaat niet snel, hè? Nee. Maar we hebben ook helemaal geen haast. Oh, oké. Okay. Nee. Maar ik heb honger. Ik ook wel. Maar neem alvast een dadel. Nee, maar ik weet niet of dat mag. Ja, je mag er eentje nemen en dan doe ik... Allebei één? Ja. Nee, ik hoef niet. Oh, ja. Maar goed. Het zijn wel dadels die niet geschikt zijn voor consumptie. Maar. Oh ja, terwijl... Ik dacht al, hij geeft het weg. Nee, ik hoef niet. Weet je maar. Wat doen we daarmee? Deze gaat zo meteen door de rijst, dus die mag ook alvast in kleine blokjes. Alsjeblieft. In blokjes of schijfjes? Mag allebei. Mag de korst eromheen blijven zitten? Doe maar blokjes. Blokjes. Oh, dat wordt nog interessant. Hoe maken we hier blokjes van? Is dit wat mooi zo? Zijn dit blokjes volgens jou? Nee, mag wat kleiner wel. Nog mag kleiner. Wat kleiner. En dan, ik neem een voor het juist. Dan gaan we gewoon even proeven. Ja. Begin met zo'n bal. Balletje, een beetje rijst zo erbij. Heerlijk. En een courgette, dat je van alles een beetje hebt. Ja. Maar die rijst had wel iets meer gekruid gemogen. Ja, dat zei ik toch? Nee, serieus. Oh, wacht, jullie gaan mij gewoon hier... Nee, maar die rijst is echt een beetje flauw. Ja. Niet om vervelend te doen, maar... Nee, maar er staat nog van alles hier. Oké. Okay. Beetje zout. Het is een beetje... Ja. 6,5. Wat zou je er nog bij... Ja, hou ik niet serieus, maar je weet wat ik gewend ben. Nee. De standaard is echt hoog. Ik weet veel gekruid, dat snap ik. Maar... Wat... Wij zijn wel gewend om uit een bord te eten. Je hebt wel gelijk, hoor. Ja, klopt. Je hebt wel gelijk, hoor. De flow met Mo. Ja. Maar de ballen zelf zijn wel... De ballen zijn goed. Hanteerbaar. Wat meer... Ballen zijn pittig. Wat meer kruid inderdaad bij de rijst. Maar je moet... ingrediënten zat. Beetje uitjes hadden we wel kunnen. Maar we eten het op, toch? Het is wel lekker. Tuurlijk. We gaan een verbeterde versie maken van deze. Maak een stap-voor-stap video van. Ja. En dan voor de mensen thuis die aan het kijken zijn en denken van dit gerecht wil ik ook klaarmaken, dan kan dat. Surf na deze aflevering even naar de website www.kookmetmo.nl en dan kun je een stap-voor-stap video zien waarin dit gerecht wordt klaargemaakt en dan wel met beter gekruid. En dan doen we de volgende seizoen heet het pittig koken met Mo. Ja, gaan we is dat doen. Een idee? Ja. En dan komen jullie nog een keer. Ja, zeker. Ja, prima. Ja, okay. Sowieso. Als je tijd heeft. We nemen nog even een hapje. Maar wel in Marokko of Suriname, dat was de deal. Zeker. Dat was de afspraak, ja. Zeker. Ja. Nou, dan kun je er ook niet omheen, denk ik, hè, van een pittige... Nee. We nemen nog even een hapje en dan gaan we ons naar het finale spel. Oké, gaan we beginnen met vraag 1. Werkt suiker daadwerkelijk verslavend? Is dat A, ja of B, nee? Werkt suiker daadwerkelijk verslavend? A. A, ja of B? Ik zou ja zeggen. Omdat ik ja zeg.
Nee, ja. Ja, jullie gaan allebei voor A? Ja. Okay. Dat was een makkelijke, inderdaad, goede antwoord. A, suiker werkt net als drugs, zeggen ze, en vet. Maar ook net als mooie muziek of sporten. Dus het werkt echt verslavend. En sporten voor jou ook een beetje, hè, denk ik. In het rugby, toch? Nee. Niet meer? Ik deed American Football. American Football, dat mag je dat geen rugby noemen. Nee, dat is wat anders. Oké. Voor mij staat hetzelfde, rugby, American Football. Nee, wij beschermen ons hoofd. Oké. En rugby doen ze dat niet? Nee. Een banaan, één lepel, niet gelijk die hele... Ja, maar er passen wel meer schijfjes op één lepel. Oké, maar dan moet je dat ook wel in één keer doen. En nu gaat het voor de honing. Ik heb een beetje honing. Een lepeltje honing. Oké. Gaan we voor vraag 2. Koffiemelk heb je ook in van die... Cups. Staafjes inderdaad, staafjes, koffiecreamer. Ja. Oh, creamer, ja. Cups ook, ja. Hoe lang kun je zoiets bewaren? Is dat ongeveer 1 jaar, A? Ja. Of B, ongeveer 6 maanden? Dus van die koffiecreamer staafjes, hoe lang kun je die ongeveer bewaren? Ik zou zeggen 6 maanden. A is 1 jaar en dus B is 6 maanden. Is heerlijk. Ja, nee, dan ga ik voor 1 jaar. 1 jaar is inderdaad het goede antwoord. Ja. Dus... Ik ga iets lekkers. Ik zou voor mayonaise. Als je het droog en koel bewaart, dan blijft het ongeveer 1 jaar goed. Even kijken, wat kan er bij honing? Mayonaise. Nee, ik doe een beetje... Iets zoets. Nee, een beetje... Oh, je gaat het wel... Ja, maar dat... Nee, wacht. Nee, ho, stop. Kijk zo weinig. Ho, zeg je tegen een paard, hè? Dat zeg je maar tegen een ander. Kijk zo weinig op zijn lepel. Ja, dag. Ja, wel, nee, het moet wel een volle lepel zijn. Ja, wel een lepel. Het is niet... Oké, maar ik had ook geen lepel honing. Ja, dan doe ik een beetje olijfolie. Ja, maar dat is goed voor vanavond. Okay. Dat is goed voor de stoelgang. Ja, dat is waar. Nee, dat is waar. Dat probeer hem af te leiden. Mag jij even nou moet jij weer als eerste het antwoord geven. Oh, wacht, ik mag ook nog wat jij erin mag ook doen. Nog iets. Hij eet gewoon die bananen. Ik ga voor dit. Kiwi. Oh, ik verheug me zo meteen dat hij zo... Die jongen, dit is... Ik maak gewoon een lekkere shake. Ja. Ik ook. Oké, gaan we naar vraag 3. Stel, je bent 100 kilo en je gaat ongeveer 90 minuten voetballen. Hoeveel calorieën verbrand je dan ongeveer? Dus als je 100 kilo bent en je gaat ongeveer 90 minuten voetballen... Nee, je moet beginnen. Hoeveel calorieën verbrand je dan ongeveer? Is dat A, 1050 of is dat B, 700? Dus is dat 1050 calorieën... Ik ga er zo'n van maken. Beetje tempo, Dwight. Oké, 1050. Je gaat voor 1050 calorieën? Ga ik voor die andere. Dan gaat het voor die andere? Nee, ik wil eigenlijk ook voor 750 gaan. Toch wel 750? Ja, weet je het zeker? Zou ik voor 1050 gaan. Dat is mijn persoonlijke, hè? Ja, maar jij hebt het antwoord al gezien. Maar kijk, als jullie zeggen van nee, we gaan allebei voor 750, dan kan dat. 100 kilo. Ik zou niet weten hoe het is om 100 kilo te zijn natuurlijk. Oké. Okay. Ik wel. Mag het? Ik wel. Ja? Ja, niet meer, maar het scheelt niet verder. Oké. Antwoord? Ja, 750. 750? Ja, ik had het al. Ook 750? Ja. Oké. Dat is helaas het foute antwoord. 1050 calorieën is het goede antwoord. Ja, echt, ik had gewoon erbij moeten blijven. Ja, ik heb het gezegd. Oké, we gaan een nemen. Waar ga je voor? Van niets. Mag ik een hulplijn inzetten of niet? Nee. Ja, zeg. Niet geen haar maar olie. Ik denk dat ik voor een klein beetje olijfolie ga. Nee, gewoon een volle lepel. Ja, een volle lepel. Hier ligt de lepel. Ik heb er niet aangezeten. Hier heb je de lepel. Nee, want dan hebben we straks geen lepels meer. Waar niks in gezeten heeft. Kijk dat dan. Is geen volle... Ja, dat kunnen we allemaal. Dat is een volle lepel. Hup gewoon. Je hoeft hem niet in je oren te doen. Zo. Oké, en waar gaat hij voor? We doen nu sportief, ik doe nu iets anders, hè. Dus ik ga nu dan wel voor de tomatenketchup. Ja, het is niet anders. Ja, alles wat ik er nu op doe, moet jij ook doen, Dwight. Tomatenketchup is in principe niet heel erg, hè. Dat is meer suiker. Dat is wel oké, eigenlijk. Oké. Gaan we verder naar vraag 4 en hierna hebben we dan nog één vraag. Hoeveel calorieën zit er ongeveer in 1 kopje cappuccino zonder suiker? 1 kopje cappuccino zonder suiker. Is dat ongeveer 15 calorieën? A of B, ongeveer 32 calorieën? 32 calorieën. 32, ja. Een kopje cappuccino zonder suiker? Ja, ik ga voor 32. Ja, wacht. Ik vaar mee met jou. We gaan voor 5. Wat was het, 15? Ja, is dit, ik zou zelf 32 zeggen, maar... Dude, je zei net wat anders. Oké, 15 calorieën of 32? Ik zeg 32. 32. Laat me niet afleiden. 32. Nee, toch 32? Nee. Oké. Okay. Het juiste antwoord is 15 calorieën ongeveer. Kom op, man. Ja, echt waar. dus jullie mogen allebei weer even... Maar het is steeds wat anders, hè? Zo gemeen, hè? Dwight, wel iets anders nu. Je hebt nog geen ketchup, hè? Oké. Moet dat? Bananen, mag, zijn dat de ketchup? Regels dat ik nu iets anders moet doen? Ja, je moet wel iets anders nemen, ja. Ja. Ga je gang, schat. Oké. Ik mag ook, hoor. Ik moet ook weer. Ja. Dit is wel heel... Ik doe olijfolie. Heb je dat niet al gehad? Maar wat was dit dan?
Dat is honing. Oh, ja, honing. Ik dacht dat het olijfolie was. Serieus? Er zit iemand gewoon vast te spelen hier. Hey, nee, het lijkt op elkaar. Dan ga jij zo kijk, het je lijkt op elkaar. Je gaat hem helemaal opdrinken. Ik ga hem sowieso opdrinken. Okay, maar zo kan ik het ook. Als het alleen honing is. Nee, hou ik niet van. Van de verder. Hou ik niet van. Maar iedereen kan zien wat hier gebeurt. Wacht, wat heb je erin gedaan nou dan? Soja? Ja, nou, so, heeft... Ik wel. Ik doe gewoon... Wacht, kijk, dan doe ik ook soja. Volle lepel. Ja? Hier. En dan mag ik een beetje honing. Ja, ja. Allemaal, ja? Okay, zijn we nou fair. Vrienden? Oké okay, dan. Fair. Dat is goed maken, dat is goed maken. Oké. Okay. Dan gaan we nu tot naar de laatste vraag. Uit hoeveel veldspelers bestaat een waterpolo-team? Is dat A, 6 of B, 11? 6. Uit hoeveel veldspelers bestaat een waterpolo-team? Nee, 6. Ja, eigenlijk 0, want veldspelers... Ja, ja geen waterspelers ja. dan? Ja. Zes. Zes? Jij zegt ook 6? Ja. Oké, weten jullie het allebei wel heel erg zeker? Nee, ja, maar ik weet het zeker. Okay. Ik denk 6. 6 is inderdaad het juiste antwoord. Dus dan mogen jullie nu allebei weer kiezen voor iets zoets. Ik ga het mandarijntje nemen. Mandarijntje? Mag ik het ook met mijn vingers? Ja, hoeft geen lepel. 3, hè? Neem ik er 3. Ik ben niet zo van de banaan. Ga je dan ook voor de mandarijn? Dat jullie 3-3 doen? Ja. 1, 2, 3. Ik wil gewoon de rest. Oh ja, hij wil het niet zelf. De rest nee, van de want dat doet hij zo, hè? Maar hij is goed, doe alle mandarijnen erin. Als je hem dat gunt, dan mag nee, maar natuurlijk. Oké, en dan mogen jullie nu kiezen voor water of sap? Ik denk ook maar sap doen, ja. En dat wordt gewoon lekker, denk ik. Ik doe alles erin, want dan... Bij de soja zou ik ruiken, zo. Pas op hoor, niet te veel, hè, want het is echt heel zout. Is niet gezond. Sterk. Het is, okay. Ik denk dat het goed de honing proef je overal tussendoor en de... Dit. Hey, als er morgen iets gebeurt, dan moet je niet het programma hier... Nee, is klaar, oké. We gaan even naar het volgende onderdeel in het programma. In elke aflevering is er een spoken word artiest die tijdens de aflevering aan het schrijven is om onze aflevering samen te vatten en iets te vertellen over onze gasten, dus vandaag over jou en over de burgemeester. Dames en heren, mag ik een applaus voor Christopher Blok. Hij is niet het type van in elk stadje een ander schatje. Maar hij is gevallen voor je charmes. Jij hebt hem gevangen in je lunetten. En sindsdien vist hij naar je complimenten en grapjes. Door hem maak jij stappen zoals hij kan dansen. Want voor een bezoek aan jou zullen de toeristen niet meer passen. En nu vraagt men tol in je steegjes. Het is je territorium waar hij overvecht. Niet dat hij voor de allure van sterren wijkt, omdat hij hier de kunst en cultuur op poten zet, maar waarom laat hij ze je dom noemen? Ik zie enkel de universiteit als de klok slaat. En ook al is de verhouding net als een driehoek, omdat jij je inwoners zowel als de studenten het uit hof maakt. Jij bent het filter waarmee u trechtert, omdat je nu een sterke bestuurder hebt. En hij is burgemeester van Zanen. Wij komen steeds weer bij u terecht. Oh, wat mooi. Alsjeblieft. Yes. Mooi. Dank je wel. Nou, Christopher, heel erg bedankt. Jullie ook heel erg bedankt dat jullie zijn gekomen bij mij hier in de aflevering. Ik vond het echt een eer om jullie allebei te mogen ontvangen. Dwight, bedankt. Veel succes met alles waar je mee bezig bent. En wij gaan elkaar zeker nog wel zien, tegenkomen en samen mooie dingen maken. Dank je wel. En ook heel erg bedankt dat je aanwezig was. Ik vond het echt een grote eer. En natuurlijk de mensen thuis ook bedankt voor het kijken. Volgende week zondagavond kunnen jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Kook met Mo. Ook dan heb ik weer een nieuw gast, een nieuw gerecht. Dan wil je dit gerecht wat wij hebben gemaakt vandaag ook even maken? Ga dan even naar kookmetmo.nl. Tot volgende week. Top, Dwight. Echt leuk om te doen.